Wij komen eigenlijk, wat heel fijn is, al heel snel in beeld. Als iemand zwanger is, dan worden we of benaderd door de verloskundige praktijk of het ziekenhuis. En soms ook wel door de zwangere zelf. En het succes is eigenlijk al dat je heel vroeg in die zwangerschap met elkaar kennis maakt. En ook naar elkaar kan luisteren van, wat heb jij nodig om nou, zo goed mogelijk dit kindje op de wereld te zetten. En dat is echt maatwerk. Die vragen verschillen heel erg per zwangere en per gezin. En we gaan gewoon kijken van, wat kunnen we daarin met elkaar doen. En het belangrijkste is ook vooral echt dat het gezin daarin ook wel echt een stukje de regie neemt. Dus dat moet bij hun passen en wij gaan kijken wat we kunnen leveren. Bij de 20 weken echo bleek onze dochter heel erg ziek te zijn. Ze had een ernstige hartafwijking. En we konden ervoor kiezen om de zwangerschap te beëindigen. Maar we hadden er toch voor gekozen om door te zetten. Om te kijken of ze toch de operatie zou ondergaan. Maar toen ze eigenlijk was geboren, toen konden de operaties ook niet en was ze snel overleden. We hebben de babykamer nog steeds. Die bleven we ook gewoon houden voor de volgende zwangerschap. En ook als herinneringen aan haar. Wij willen alle gezinnen, kinderen een kansrijke start bieden. En de eerste 1000 dagen van je leven zijn daar gewoon heel belangrijk in. Alleen tijdens de zwangerschap begint de hechting tussen moeder en kind. En een kansrijke start is voor sommige gezinnen heel vanzelfsprekend. Maar soms zijn er dingen waardoor dat gewoon niet makkelijk gaat. En dat kan te maken hebben met financiën. Dat kan te maken hebben met de gezondheid van moeder. Dat kan te maken hebben met of je thuis de basis op orde hebt. En zo zijn er heel veel dingen waardoor een kansrijke start soms niet lukt. En in Almelo hebben we met elkaar een werkwijze gevonden. Dat we zeggen van, hey, al die gezinnen die willen we ondersteunen. Om een kansrijke start te realiseren. Iedere vrouw die voor het eerst zwanger is, voelt zich daar onzeker bij. En dus daarin hebben wij ook gezegd, leeftijd is niet het enige issue. Tuurlijk hebben we aandacht voor die hele jonge moeders. Maar het is ondertussen veel breder. Ook moeders van 30, 35 vinden dat spannend en hebben daar hun onzekerheden in. En dat mag. En daarin willen we ze graag de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Dat kan vanuit het jonge moederwerk, dat kan vanuit de JGZ, dat kan vanuit het wijkteam, dat kan vanuit de kraamzorg. De gemeente Almelo is een partner, de kinderopvang is aangesloten. En zo hebben we met elkaar een sluitend verhaal kunnen maken. Ja, ik voel me gewoon sterker in mijn schoenen staan na alles wat er is gebeurd. Ik ben bezig met een diëtist, ik ben bezig met hoe ik gezonder kan leven, hoe ik minder paniek en angstaanvallen heb. Hoe ik vrolijker in het leven kan staan. We zijn eigenlijk heel langzaamaan begonnen van wat willen jullie eigenlijk heel graag en wat heb je nodig. En eigenlijk zijn we daarin met elkaar opgetrokken. En wat eigenlijk heeft gemaakt dat we nog zoveel heel veel met elkaar konden samenwerken. En vooral ook met alle instanties eromheen, dus dat je het echt samen doet. Dus het voelt ook veel meer als een samenwerking dan wanneer je gaat zeggen van zo moet het. Hè? Want daarvoor zijn wij niet. Ze weten zelf heel goed wat ze willen en nodig hebben.